Dag lieve mensen, welkom bij Mijn Rijstad Vitaal. Het programma voor bewegen, onder andere voor gezond eten en voor ontspanning. En vandaag zijn wij er weer bij jullie. We hebben Carole en we hebben onze Sophie. En die gaat vandaag weer tips geven. Dus blijf erbij en ik zou zeggen, we gaan lekker bewegen. Wat we willen is graag een stoel erbij. Goede houding, buikspieren aanspannen en een rechte rug. En dan gaan we langzaam beginnen met de warming up. Voer de oefeningen rustig uit. Heeft u pijn, dan niet doorgaan, maar raadpleeg dan eerst even de huisarts. En doe het op uw eigen niveau, doe vooral wat kan. Dan krijgt u er ook energie van. Nou, wij gaan langzaam starten. Ik zou zeggen, positie, buikspieren. En rechte rug. En we gaan stappen rustig beginnen. Een beetje in de mood komen van de training. En je mag je armen mee bewegen. Hè? Dus langzaam zo die armen mee. Dan wordt heel lichaam en alle gewrichten. Die zijn we nu een beetje soepeler aan het maken. Zwaai maar lekker mee met die armen. En let op uw ademhaling. Hè. Blijf rustig doorademen. Goed. Oké, even pas op de plaats. We gaan even die enkels een beetje draaien. Dat mag linksom en rechtsom. Een beetje soepel maken, dat is de bedoeling. Oké, andere voet. Draai maar mee. Goed. Oké. Goed. Nou, schud de handen even los. En we gaan even flink uitstrekken. Ik knijp maar even in die vuist. Dan strek die vingers. Schud maar even los. Oké, schouders. We gaan van achter naar voor, naar langzaam indraaien. Goed. Ja, draai maar in, het tempootje mag een beetje omhoog. En we gaan van voor naar achter. Ja, draai maar in, op het einde. Heel goed. We gaan zo meteen met je hoofd en gaan even met je kin langzaam naar de borst. Doe het langzaam, hou even vast. En langzaam gaan we omhoog. Kijk omhoog. En langzaam terug. Goed, draai maar even in. We kijken even over de linker schouder. Langzaam terug. Voer het langzaam uit. We gaan nog een keer over de rechterschouder. Ah, prima. Oké, je voelt al dat het lichaam een klein beetje warmer wordt. Hè? Dat de gewrichten wat soepeler worden. Dus wij zijn er klaar voor. We gaan lekker bewegen. En dat gaan we afwisselen met de tips van Sophie. Dus, oké, die houding is belangrijk. Ja, voeten naast elkaar, een beetje op de schouderbreedte. Je mag de stoel vastpakken, daar waar kan. En buikspieren aan en een rechte rug. Dan gaan we beginnen met de armen gebogen omhoog. En zorg dat de ellebogen op schouderhoogte zijn. En we gaan ze langzaam strekken om en om. Ja. En kijk vooral vooruit. Je hoeft niet omhoog te kijken. Kijk recht vooruit. Vijf, nog vier, drie, twee en nog één. Ah, prima. Oké, schud weer even los. Even die ontspanning. En we gaan ze zo meteen
weer omhoog. Alleen nu gaan we tegelijk omhoog strekken. Dus strek maar uit. Je voelt al, hè, de spanning. Je onderrug en de buikspieren. Dus buikspieren aan, rechte rug. En we gaan tegelijk strekken. Komt ie. Strek maar uit. En weer rustig terug. Voert langzaam uit. Even die spanning. Je buikenrugspieren. En langzaam terug. Ah, prima. En nog drie. Komt die. En nog twee. En de laatste. Komt die. Ja, heel goed. Oké, ja, je voelt al een klein beetje verzuring in die schouders, hè, van het omhoog houden. Goed, we gaan nu met de handen tegelijk. Voorwaarts, schuin omhoog en we gaan zijwaarts. Ja. Oké, doen we tegelijk met de armen. Armen weer klaar. Houding, buikspieren en de rechterrug. Komt ie. Voorwaarts, schuin voor je, strek maar uit en zijwaarts. Ja, netjes. Voor, schuin omhoog en zijwaarts. Hou hoog. Voor, schuin omhoog en zijwaarts. Ja, netjes. Komt ie. Voor, schuin omhoog en zijwaarts. Ah, netjes. Nog twee. Voor, schuin omhoog en zijwaarts. Ah, en de laatste. Voor, schuin omhoog en zijwaarts. Ah, prima. En ook nu weer een klein beetje even die verzuring weghelpen. Schud maar even los. Dan gaan we naar de eerste oefening en gaan we naar de tips luisteren van Sophie. Ja, vandaag gaan we het hebben over sociale contacten of verbinding zoeken met de ander. Dat is erg belangrijk voor een mens, want het is natuurlijk voor de gezelligheid, maar ook om uw verhaal te delen met anderen. Om of puur om gewoon eventjes een praatje met iemand anders te kunnen maken. Dus zorg dat u dat regelmatig doet. Goed, we hebben kunnen luisteren en tegelijk een tijd een beetje kunnen rusten. Dus de volgende oefeningen, we gaan de armen kruisen. Ook hier weer voet op schouderbreedte, buikspieren aan, rechte rug, armen kruisen. En we gaan langzaam de knie opheffen, om en om. Ja. Oké, positie, rug recht en komt ie. Trek maar langzaam op. U voelt zelf tot hoe ver u kan gaan. Langzaam opbouwen. Als je iets hoger kan, mag je iets hoger. Til maar op. Heel goed. Hou die rug recht. Prima. Oké. We gaan door en we gaan langzaam met bovenlichaam een klein beetje naar die knie, naar voren. Ja, komt ie. Trek maar in. Trek maar in. Trek maar in. Trek maar in. Hou die rug recht. Blijf recht vooruit kijken. De knie wat hoger. Heel goed. En nog 4. 3. 2. Ah, prima. Oké, ja, je voelt zelf al een klein beetje dat er meer bewegelijkheid komt. Zo in je romp, in de gewrichten, omdat het wat warmer wordt. Nou, we gaan wat meer combineren. We gaan de armen kruisen. We gaan indraaien en een been strekken op de hak. Ja, dus draai in op de hak. Oké, maar we beginnen weer vanuit een goede positie. Voeten, rechte rug. En die buikspieren aan. En komt ie. Draai maar in. Oké. Heel goed. Andere kant. Rustig uitvoeren. Denk om je ademhaling. Rustig blijven ademen. Ja.
4, 3, en nog 2, en de laatste. Heel goed. En dan is het zover. We zijn weer klaar voor de tip 2 van Sophie. Ja, dus dan, misschien vraagt u zich wel af, hoe doe ik dat dan? Die stap weer dat ik die sociale contacten weer warm houd of maak. Nou, begroet iemand die u misschien helemaal niet kent op straat, in uw omgeving, in uw huis waar u woont. Of bel eens iemand op die u kent. Succes! Goed, waardevolle tips van Sophie. En dat gekoppeld aan heerlijk bewegen, dat geeft energie. We gaan gewoon verder. We gaan de vingers in elkaar draaien. Ja. En we gaan zo meteen rondjes draaien. Ja. Draai maar met die polsen. Zo meteen een beetje soepel maken. Vingers in elkaar. Ook nu geldt weer. Voeten goed neerzetten. Rechte rug, buikspieren aanspannen. En we gaan langzaam met de polsen draaien. Ja. Maak maar kleine rondjes met die pols. Heel goed. En dan gaan we over in een klein beetje de armen voorwaarts voor je strekken. Hoeft niet helemaal gestrekt. En we gaan proberen een vierkant te schrijven met de pols. Ja? Dus maak een vierkant met je polsen. Oké? Vingers in elkaar, klein beetje gestrekt voor je en komt ie. Doe maar mee. En blijf recht vooruit kijken, draai maar in het lichaam. Ah, prima. Goed. We gaan nu de andere kant op, komt ie. Draai maar in en schrijf maar mee. Ah, prima. Goed, hou die schouders omhoog en schud maar even los. Oké, klein beetje verzuring mag. Komt ie weer. Vingers gaan in elkaar en we gaan een driehoek maken. Dus we gaan van links naar rechts of van rechts naar links en we gaan een driehoek schrijven. Positie, rechterrug, buikspieren aan. Komt ie, volg maar. Prima, ga door. Hou hoog, hou die handen omhoog. En we gaan de andere kant op. Ja, komt ie. Drie, twee. En de laatste. Heel goed. Oké. Nou, we gaan nog even verder met de schouderpartij in combinatie met de armoefeningen. We gaan de vingers in elkaar. We gaan zo meteen gaan we de armen strekken voor je. We gaan omhoog en we gaan zijwaarts. Ja. Dus draai maar in. Vingers in elkaar. Indraaien. Ja, dus ellebogen komen op schouderhoogte. Die gaan we strekken. We gaan schuin omhoog. Voel je al de buikspieren en onderrug. En dan gaan we zijwaarts. Oké, positie. Vingers in elkaar. Strek maar uit. Ja, draai in. Voor je. Schuin omhoog. En we gaan zijwaarts. Heel goed. Vingers in elkaar. Draai in. Elleboog op schouderhoogte. Schuin omhoog. En zijwaarts. Ah, netjes. Komt ie. Voorwaarts. Schuin omhoog. En zijwaarts. Voor je. Schuin omhoog. En zijwaarts. Doen we nog twee keer. Hou vol. Draai in. Schuin omhoog. En zijwaarts. En de laatste. Draai in. Voor je. Schuin omhoog. En zijwaarts. Heel goed. Pak even ontspanning. Even een slokje drinken. Dat mag. En je ziet, wij worden ook verwend met gezond fruit. Dus neem op tijd
stukje fruit en goed drinken is belangrijk. Dat mag ook hier. En daaraanvullend heeft Sophie nog een tip voor u. Ja, de laatste tip of iets wat ik u mee wil geven voor vandaag is: durf ook hulp te vragen aan iemand in de omgeving. En daar bedoel ik mee met hulp vragen: hoe kan ik met anderen in contact komen of hoe kan ik weer opnieuw in contact komen? Dus als u nog weg kunt, kan dat zijn bij een clubje of aansluiten bij een groepje of clubje mensen die lezen, breien, kan van alles zijn. Dus durf ook met elkaar erover te spreken. Kijk, lekker bewegen en voorzien worden van tips. Daar heb je wat aan. Dus we gaan ons langzaam weer afsluiten met de training, met de bekende combinatieoefeningen. We beginnen zo meteen weer met een box, met een roeien. En dan ga ik een klein beetje met de rug, maar blijf recht vooruit kijken. Een klein beetje voorover. Dan gaan we die armen weer op schouderhoogte brengen en we gaan weer boksen. Gecombineerd. Doe maar lekker mee, maar vanuit een goede positie. Ik blijf het herhalen. Voeten op schouderbreedte, buikspieren aanspannen en een rechte rug. En dan zijn we los. Doe maar mee. Box. Roei. En box. Een beetje weer over. Ja, heel goed. Box. Een beetje weer over. Ja, doe maar mee. Hoppakee. En trek die ellebogen omhoog. En box. En roei. Box. En roei. Box. En roei. 4, komt ie. En roei. Op 3. En roei. En de laatste 2. En roei. En de laatste, komt ie. Box, trek uit. Voorover. En trek aan je roeispaan. Oké. Nou, dit was een kleine opwarmer. Naar de welbekende Meijerijstad Vitaal combinatieoefeningen. 3 sporten in 1. Ziet er als volgt uit. We gaan boksen. We gaan roeien. En we duiken nog even in dat zwembad. Hou die handen op schouderhoogte en duw dat water weg. Ja. Wij zijn er klaar voor. Alles geven in die laatste oefening. Komt ie. Let maar op. Box. We gaan roeien. En we duiken in een zwembad. Hou die handen hoog. Box. Trek aan die spanen. Duiken. En duw het water weg. Box. Roei. Duiken. En zwemmen. Ah, heerlijk. Box. Roei. Zwemmen. En duw maar weg. Box. Roei. Duiken. En zwemmen. Ah, nog 3. Box, roei, duiken en zwemmen. Nog 2. Box, roei, duiken en zwemmen. En allerlaatste. Box, roei, duiken in het water en duw dat water weg. Dankjewel lieve mensen. We hopen dat u in ieder geval weer wat energie getankt heeft. En dat die spiertjes weer opgewarmd zijn. En dat die botten en die spieren ook weer een beetje zijn versterkt. Daar doen we het voor. Fijn dat u keek. Volg ons. Zeg het tegen mensen die ons nog niet kennen. Wij zijn dagelijks van nu van maandag tot en met zaterdag. Na de uitzending van Rondom om 10 uur. En na de uitzending van Rondom om 4 uur. Dan kunt u ons volgen en heerlijk mee bewegen. Dankjewel dat jullie er waren en tot de volgende keer. Dag! Ik ga vandaag een gerechtje maken en dat heb ik heel lang geleden, tijdens mijn stage in Nieuw-Zeeland, heb ik dat ontdekt. Het is pompoen pindasoep. Wil je alle ingrediënten nalezen? Ga dan naar mijnreisdatbeweegt.nl. Zo'n hele fles pompoen snijden, dat is toch best wel een klus. Zo'n harde knoepert. Wat je kan doen, is je maakt met een mes maak je wat inkepingen. En dan zet je hem een half uurtje in de oven en dan wordt hij wat zachter. En dan kun je hem heel makkelijk snijden.
beginnen met het snipperen van het uitje. Okay. Die moet nog even afkoelen. De pompoen gaat in blokjes. Het uitje, dat fruiten we even aan in een beetje olijfolie. En we doen daar meteen de sambal bij. Die pompoen en die wortel, die mogen even meebakken. Dan doe je er een litertje kippenbouillon bij. En dat laat je 20 minuten met de deksel op de pan pruttelen. Dan gaat de pindakaas erbij. En de kokosmelk. Als die groente goed zacht is, dan gaat de staafmixer er doorheen. En echt even dat alles helemaal glad is. En vind je hem nou te pittig, dan doe je er gewoon wat kokosmelk bij. En vind je hem niet pittig genoeg, nou, dan doe je een beetje sambal erbij. Wil je er nou een complete maaltijd van maken, dan doe je er even wat rijst nog doorheen. Een beetje taugé, wat kroephoek en een gekookt eitje. En je hebt een heerlijke maaltijd. Wil je dit recept nou maken? Alle ingrediënten vind je op mijnrijstadbeweegt.nl.